Vanavond is het infoavond voor de ouders. Dus de ouders komen tegen 7 uur naar de school. Beginnen wel een beetje stress te krijgen. Maar komt uiteindelijk wel goed. Alles komt altijd goed. Voor de rest zullen we wel zien wie er komt opdagen. Hopelijk iedereen, maar ik vrees ervoor. Ze krijgen eerst in de zaal hier een drankje aangeboden, een welkomstwoord van de directeur. Welkom allemaal. Ja, op de jaarlijkse infoavond. We zijn een school met een grote diversiteit. Daarom welkom in alle talen. En daarna gaan de ouders naar de verschillende klassen. En leggen we in de klassen uit hoe dat we dagelijks werken, wat de gewoontes zijn in de kleuterschool. En zo leren ze de klaswerking kennen. Maar ze moeten dan echt wel tellen van hoeveel spelen er al, kan ik erbij. Ik was zenuwachtig. Ik heb niet veel kunnen eten ervoor. Maar eens dat ik bezig was, viel het wel mee. Hebben jullie nu momenteel vragen of opmerkingen? Nee. Ja, vaak zien we of dan de activiteiten die we organiseren, dat er altijd dezelfde ouders zijn. Maar ja, niks aan te doen. Het is ook zo dat bij ouderbetrokkenheid, dat we iets te vaak denken van die ouder is betrokken of niet. En daar gaan we dan een waardeoordeel aan koppelen. En bij ouderbetrokkenheid is eigenlijk de uitdaging. En dan zien we in heel wat praktijken waar dan ze heel goed samenwerken met ouders in een context van diversiteit. Dan ze eigenlijk denken in termen van een relatie tussen school en ouders, waar dat er wederkerigheid tussen zit. En dat is iets heel anders dan te denken van dit is nu een betrokken ouder of dit is niet. Wat kunnen wij als school, welke condities kunnen wij creëren, zodat ouders zich ook betrokken voelen? En zodat wij hun betrokkenheid ook kunnen zien op hun kinderen. En daarnaast, denk ik, moeten we nog even toch aanstippen waarom ouderbetrokkenheid belangrijk is. Hè. Als we ook daar kijken naar de literatuur, dan zien we dat ouderbetrokkenheid ervoor zorgt dat kinderen graag naar school komen, dat zij meer betrokken zijn, dat zij hoger scoren op schalen rond welbevinden bijvoorbeeld. En later in het lager en het secundair onderwijs zien we dat die kinderen ook zelfs betere leerprestaties gaan realiseren. Maar los van dan nog de effecten op leerprestaties in de toekomst, gaat het ook over het hier en nu, is het ook gewoon veel leuker als ouders en leerkrachten een betere band hebben. Dat is leuker voor dat kind, dat is leuker voor die ouder, maar uiteindelijk ook voor die leerkracht, want die kan ook heel veel leren van ouders om mee te nemen in de pedagogische aanpak van dat kind. En ja, dat vraagt eigenlijk ook wel een schoolbeleid die wil nadenken van hoe kunnen we ouders meer in die klasse krijgen en voorbij die schoolpoort. Hoi Marijn, kom binnen. Dank u wel. We gaan kijken naar een eerste fragment. Het is eigenlijk een klassiek fragment als het gaat over ouderbetrokkenheid in onderwijs. Ja. Ik denk dat je het fragment nog wel zult herinneren. Het was de schoolbarbecue. Ja. En het was mooier weer dan vandaag. Een pintje en een cola zero. Dag Jolien. Hallo. Alles goed? Dag Niels. Hey. Dag Tine. Maak het doorgeven. We zijn momenteel op de barbecue van de school. Dus de ouders komen naar de school om barbecue te eten. Ik vind dat wel eens leuk om drank op te dienen en kleine gesprekjes te maken met de ouders. Ik vind het ook leuk om de ouders dan onderling met elkaar te zien praten en zo. Dus. Momenteel zijn er 3 ouders van mijn klas aanwezig. Dus de mama van Bassem staat te helpen. De mama van Lucas is ook aan het helpen. En de ouders van Pieter Jan zijn aan het eten. De laatste dag vandaag. Dan worden de beelden naar experts gestuurd en die geven mij dan tips. Je zegt zelf aan de mevrouw, dan worden de beelden verstuurd naar experts. Ja, wij hebben een aantal expertises vanuit onderzoek dat we verrichten rond de thematiek. Maar ik denk dat iedere leerkracht in de omgang met ouders ook een professional is en ook expert is. Als je in je dagdagelijkse omgaat met de ouders, dat je veel duidelijker de achtergrond kent, de voorgeschiedenis, de bezorgdheden. Dus in die zin denk ik, als het gaat over een thema als ouderbetrokkenheid, zijn we eigenlijk alle 3 experten, maar vanuit een verschillende invalshoek. Ja, oké. Bedankt. Beschouw me niet als expert, maar kom. Dit is een klassiek verhaal
van ouderbetrokkenheid. De ouder die naar het feest komt of de ouder die naar de oudercontact komt. Eigenlijk willen we vandaag het daar niet over hebben. Katrien en ik denken dat het veel interessanter is om te kijken naar hele informele momenten tussen leerkrachten, tussen jou en ouders, omdat daar veel meer informatie in zit. Maar ouderbetrokkenheid is vooral ook wat er dagelijks gebeurt in de interactie op de speelplaats, aan de schoolpoort, aan de deur, noem maar op. We zouden nu eigenlijk naar een filmpje willen gaan kijken van er was een fietsdag georganiseerd. Ja, ja. En op het einde van de dag praat je met moeders en vaders. En er zit een heel interessant fragment in dat we met jou willen bekijken. 'S Ochtends en 's avonds als de ouders hun kinderen komen brengen of ophalen, komen er af en toe ouders eens langs. Meestal is dat om kleine dingen te vertellen, van hij blijft in de opvang vanavond of er zit iets in zijn schooltas. Dus meestal gaat dat over kleine zaken. Ik spreek eerder ouders aan bij problemen. Amir. Fiets mee vandaag. Het was fietsdag. Nee, zijn moeder heeft vergeten. Er was een sterfgeval zeker in de familie. Ja. Ja, mijn deelneming. Gaat het een beetje? Maar vaak doe ik ook gewone conversaties. Als ik bijvoorbeeld weet dat een moeder nu solliciteert voor een job, dan vraag ik wel eens van en al werk gevonden. Probeer ook wel positieve aandacht te geven aan de ouders. Ik dacht al dat jullie er niet aan gedacht zullen hebben, dus geen probleem. Dus hij heeft wel kunnen fietsen vandaag. Amie, okay. Heb je aan mama gezegd dat je moet... Maar dus geen probleem hoor. Ja? De mama zal het vergeten zijn. Drukke week waarschijnlijk. Ja. Ja. Maar ik heb hem een fiets van de school. Weet je nog welk moment dat was? Ja, nu herinner ik het mij weer. Een heel druk moment als iedereen de kinderen komt ophalen. Ja. Ja. Een druk moment, maar je neemt toch nog tijd om vaders aan te spreken en ook er te zijn, zodat zij u kunnen aanspreken. Ja. En dat was eigenlijk de reden waarom dat we dat gekozen hebben. Omdat in die informele contacten het beschikbaar zijn voor ouders heel belangrijk is. En dat doe je ook. Hè. Bij de ene ouder ga je dan proactief aanspreken. Ja. Ik hoor je ook zeggen van er is een sterfgeval geweest, dat een stuk meeleeft, wat gebeurt er in hun leefwereld. En anderzijds zij er ook, en ik denk dat dat ook een beetje een boodschap is die we willen geven, is van om altijd proactief ouders te gaan aanspreken of te maken dat op zijn minst beschikbaar zijn. Hoe is het geweest met Lucas zijn fietsie? Het ging wel, wat is zo'n klein brugje, zo'n heuveltje. Ja. Ja. En dan een beetje bergaf en dan ging het wel. Ja, 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 maar ik denk wel dat hij ervan genoten heeft. Ja, ja, ja. Dus, ze gaan toch naar uit, dus ja. Ja, ja, ja. Oké, okay, het is goed. Dus dat komt wel goed, hè. Bedankt. Je hebt ouders die heel gemakkelijk naar de juf stappen of naar de meester stappen. Je hebt ouders die dat eigenlijk veel moeilijker doen. Maar alle ouders hebben wel vragen of bezorgdheden. En voor sommige ouders is het echt wel een drempel om gewoon die basisvraag te stellen van hoe was het vandaag? Het is niet omdat ouders geen vragen stellen, dat ze geen vragen hebben. En je ziet in een schoolcontext dat een ouder soms een beetje een ondergeschikte positie inneemt. Dat hij ook niet altijd weet tot hoever, zeker als je buiten de schoolpoort moet staan, tot hoever mag ik hier vragen stellen. En als ik die vragen stel, gaat er ook naar worden geluisterd. Dus heel wat mensen gaan ook een stap achteruit zetten en aanvaarden eigenlijk van ja, dat is niet aan ons om daar iets te gaan zeggen. Maar eigenlijk wil men wel graag uitwisselen over de opvoeding van dat kind. Want hij zegt dat hij hem niet zo goed heeft gevoeld. Tijdens de middag heeft hij eventjes geklaagd van de oorpijn, maar daarna eigenlijk niet meer. Dus, En krijg je veel zo'n vragen rond zorg rondvallen en... Ja, wel zo als er iemand, nu niet bij mij in de klas, maar een ander kindje dat 's middags weinig eet en dan is dat wel van, hen heeft ze vandaag veel gegeten en zo, dan daar wel bekommerd om zijn. Ik denk dat het zeer boeiend is dat je hier ook op ingaat, want soms zie je, of met gesprekken met leerkrachten en ouders, dat er soms een beetje een mismatch is tussen zorg en leren. Hè. Van een leerkracht die graag vertelt van, ik heb vandaag begrippen groot-klein, geleerd. Hè? Ja. En dan komt een ouder bij mij, ja, maar heeft hem zijn boterhammetjes wel opgegeten? Soms kan het zijn dat zij niet altijd zich bekwaam genoeg voelen om te spreken over het leren in de klas of over de taalontwikkeling. Maar als het gaat over de opvoeding, over die fysieke, die emotionele zorg, zijn er wel meer een stuk gelijken. Dus ik zou vooral zeggen om die zorgvragen, als je die zorgvragen hoort, om die niet direct te parkeren van ja, maar daar gaat het niet over, maar die zorgvraag juist
te gaan nemen als aanknopingspunten om uw relatie met ouders verder uit te bouwen. Maar hij heeft niet meer geklaagd van de pijn of zo, dus hij was wel verschoten van te vallen. Maar daarmee weet je het. Hè. Ik denk dat het wel belangrijk is in zo'n korte gesprek is met ouders over zorgvragen, om ook verder te gaan dan het puur geven van informatie. Mm. Zelfs al zijn dat hele kleine gesprekjes, dat je die altijd op volgens een vast stramien opbouwt. Openen, de boodschap geven en altijd zo tot een afspraak komen. Van, als er nog iets is, neem contact op met. Ja. Of informeer me morgen nog eens. En dan ook zo'n gesprekje afronden. Ja. En dat is iets dat niet alle leraren even goed kunnen. We noemen dat een beetje een mentaal script meegeven, zodat een gesprekje, hoe kort het ook is, altijd volgens een vast stramien, verloopt. Ja. Deze ochtend kwam Bassem zijn mama hem afzetten en ze wou mij even spreken om te vragen of alles goed ging in de klas. Ze maakte zich zorgen om zijn taalontwikkeling. Dat gaat goed. Daarover moet je zeker geen zorgen maken. Hij kan makkelijk iets vertellen en zo. Nee. Daarover moet je geen zorgen maken. Ik snap het wel dat de mama zich zorgen maakt omdat hij anderstalig is en misschien praat hij thuis geen Nederlands. Maar op school gaat het eigenlijk wel goed. Hij is meer beter dan de vorige jaar. Ja, hij gaat sowieso nog meer ontwikkelen hoor. Maar daarover moet je geen zorgen maken over de taal. Hij draait heel vlot mee, begrijpt alles. Ik ben wel blij dat de mama interesse toont in Bassem. Ook omdat hij vaak met de bus komt, dus ik zie ze niet veel. En ik ben ook wel blij dat ik ze met een gerust hart eigenlijk naar huis heb kunnen sturen. En het toont wel interesse in Bassem en in zijn taalontwikkeling. Oh ja, het is nog maar september. Dus geen zorgen maken. Oké, prettige dag. Hè. Dank u. Het heeft ook te maken met een thema waar dat heel veel leraren mee worstelen, namelijk moeilijk bereikbare ouders. Ik zeg nu niet dat de mama van Bassem moeilijk bereikbaar is, maar ze is minder makkelijk bereikbaar door het feit dat Bassem iedere dag met de bus komt. En heel veel leraren worstelen echt met dat idee van ze zijn moeilijk bereikbaar en wat kan ik doen om die moeilijk bereikbare ouders toch te spreken en bezorgdheden en die informele gesprekjes, die heb je dan natuurlijk niet. Wat interessant daarbij is, we hebben een paar jaar geleden een onderzoek gedaan in de Brusselse context. Ja. We zijn met tolken bij de ouders thuis geweest. Ja, wat stellen we vast eigenlijk? Er bestaan geen ouders die niet betrokken zijn. Ze hebben gewoon niet altijd de middelen om bijvoorbeeld hier ook zich fysiek te verplaatsen. Ja. Maar ouders die niet betrokken zijn bij het school, die zijn eigenlijk praktisch onbestaande. Het is een vraag die we ons ook kunnen stellen, om het nu een beetje advocaat van een duivel te zijn, als men het heeft over moeilijk bereikbare ouders, moet ook altijd gaan kijken naar in hoeverre zijn scholen niet moeilijk bereikbaar. Mm-hmm. En wat kunnen wij als professionals daaraan doen om veel meer outreachen te gaan werken? En we zien dat sommige scholen dan bijvoorbeeld extra gaan inzetten op een extra feest of op een extra evenement op school. Maar dat is eigenlijk niet gericht op moeilijk bereikbare ouders. En we zien ook heel veel dat initiatieven die genomen worden voor ouders, dat we eigenlijk als leraar vanuit ons eigen referentiekader dergelijke initiatieven opzetten. En dat die eigenlijk misschien te veel gericht zijn op middenklasse of hoogopgeleide ouders. En dat daardoor opnieuw eigenlijk die moeilijk bereikbare ouders uit de boot vallen. En dat zien we dan ook op school als we iets organiseren. Dan zeggen de collega's van, het zijn toch altijd dezelfde dat komen. Ja. En dan proberen we zoiets iets nieuws te organiseren. En dan die barbecue en dan met dan ook verschillende soorten vlees. Zodat de verschillende soorten, de verschillende doelgroepen kunnen komen eten. Maar ja, ik merk vaak in de praktijk dat men soms frustraties heeft als men een barbecue organiseert of een oudervergadering. Mm-hmm. En iedereen komt af, dat dat een falen is. Terwijl dat we eerder moeten kijken, die ouders komen al af. En die ouders die er dan niet zijn, hoe kunnen we hen vinden? Mm-hmm. Soms is dat via een andere ouder. Soms werken we via toeleiders. Via de bestaande activiteiten gaat dat niet altijd lukken, maar dat hoeft ook zo niet. Hè. Het is al een eerste stap als je al nadenkt van wie bereiken we? Mm-hmm. Bij wie hebben we het gevoel van die komen niet? Of, en wat voor veronderstellingen roept dat op bij ons? Om daar even stop, halt te roepen en na te denken van hoe kunnen we die mensen bereiken? Want als we niet met elkaar praten, gaan we het ook nooit te weten komen van elkaar. Ja. Wat er leeft. Als leerkracht afzonderlijk ga je al die stapjes niet kunnen zetten. Je gaat dat met het team moeten doen. We gaan moeten kijken van, hebben we iemand die bijvoorbeeld eens een extra telefoontje kan doen naar de ouders? Ja. Op momenten
buiten de klassieke werkuren, omdat we weten, mensen die een hele drukke job hebben, of die gewoon geen flexibiliteit in de job hebben, die gaan we misschien 's avonds eens moeten opbellen. Dat doet de zorgcoördinator wel bij ons, ja. Dus hier zie je wel ook dat ouderbetrokkenheid, dat op verschillende niveaus zich situeert. In eerste instantie bij de leerkracht en de ouders, maar in tweede instantie ook bij de school, bij de directeur, bij de zorgcoördinator, eventueel bij brugfiguren. Het zijn al die kleine stapjes samen die ervoor zorgen dat we als schoolteam dan kunnen nadenken van hoe kunnen we grotere stappen zetten in functie van het realiseren van meer ouderbetrokkenheid. Het is ook altijd boeiend in een ouderbeleid op school om al van de positieve momenten te vertrekken. Ja. En er was bijvoorbeeld, wat ons opviel in de beelden ook, is dat er heel veel ouders altijd maar materiaal kwamen brengen. Ja. Een modewijzer. WC-rolletjes. En misschien kunnen we daar eens eventjes naar kijken, naar die beelden. Hallo. Dat je daarmee plezier kan doen. Ja. Maar dat is nog van... Oké. Zie, dat is nog van vroeger. Ik dacht dat zo'n modewijzer. En dat is ook een ingangspoort. Hè. Het gaat niet altijd per se over die modewijzer of over die wc-rolletjes. Maar het gaat dan over, ik wil u tegemoet treden, ik wil met u in contact treden. En dat is wat boeiend. Als mensen dat komen geven, wat bedoelen ze daar nu eigenlijk mee? Het is soms een beetje de vraag achter de vraag proberen begrijpen. En hier wil ze eigenlijk contact mee. Ja? Dat is een puzzel, maar dat is te gemakkelijk voor u. 2x20. Ik zal kijken en voor elkaar in of zo. Ja. En hier staan we met telkaartjes en zo. Ah ja, we zullen het eens bekijken. Toen ben ik een beetje herinnerd aan een moeder die ooit zei tegen mij... Ik ga fruit snijden op school. Dat fruit snijden, dat interesseert me eigenlijk niet zo. Maar voor mij is dat gelegenheid om een keer met de juf te kunnen praten. En dan zie je eigenlijk wat daar constant naar boven komt bij ouders, is toch wel die nood om gewoon ook een relatie te kunnen hebben met de leerkracht van je kind. Ik heb een hele dikke been op haar vinger. Van gisteren een ongeluk kind hebben en dat ligt wel. Dat is super dik. Ja. Ik zal tegen juf Peggy zeggen. Ah nee, het is juf. Ja, ze staat bij juf Karin. Nee, juf Karin. Maar juf Gerlinde staat bij haar in de klas. Ja. Oké. Er is al contact met ouders, vertrekt vandaar en probeert dat uit te breiden en probeert van daaruit ook te gaan kijken wat zijn de condities die ouders nodig hebben om op hun gemak vragen te durven stellen en op hun gemak in dialoog te gaan. Het is natuurlijk weer extra, moet je dat zeggen? Het loopt hier al zo vol met kinderen en als dan hier nog 10 ouders of zo gaan meelopen, dan wordt het wel druk. De hectiek van de ochtend, dat zijn inderdaad drukke momenten. Maar we zouden ook kunnen gaan kijken van hoe kunnen we het iets minder hectisch organiseren. En in die zin zijn er nu heel wat scholen in Vlaanderen een beetje de shift aan het maken om ouders meer ook in de klasse te laten komen. Waardoor dat jij als leerkracht al met veel minder kinderen en minder ouders staat dan. Want als ik het nu goed begrijp, komen eigenlijk alle ouders met de kleuters hier binnen. Ja. Ze zetten ze eigenlijk gewoon af. Dat ze de kinderen eigenlijk gewoon aan de poort afzetten. En dan, Dus je ziet ongelooflijk veel ouders, ook ouders van andere klassen. Ja. Ja. En dus door eigenlijk een stukje meer de ouders in de klas te laten komen, een beetje tijd te geven, een soort transitietijd, dat het soms al iets hanteerbaarder kan maken. Opa! Wat zeg je? Dag mama en papa. Hier zie je bijvoorbeeld, de ouders komen aan de deur en daar... Heb je een uit te slingen, dan stop het. Zo kort mogelijk willen maken voor de kinderen zelf. Omdat vaak, als ze blijven treuzelen, dan merken we van oei, die kinderen beginnen dan te huilen. Of papa, nee, niet weggaan. Allee, dan zeggen we van, ja. Nee, kort afscheid is het best. Wordt inderdaad vaak gedacht. Maar natuurlijk op zo'n hectisch moment is dat niet altijd best voor elk kind. En voor de ouder ook. We vergeten altijd die periode voor dat kort afscheid. Ja. En dat is de periode dat eigenlijk de ouder ook een stuk het kind gevoel doet geven van het is oké, ik ga weg, maar je bent bij juf Jelke. Ja. En juf Jelke gaat voor je zorg dragen. Ja. En alles is oké. De boodschap zit op twee niveaus. Enerzijds niet van dag op dag je hele schoolbeleid omgooien, maar in hele kleine interacties opportuniteiten zien om een relatie aan te gaan met ouders. En altijd vanuit het achterhoofd dat een heel bewust doel heeft, werken aan een goede ouder-leraar-relatie. In functie van betrokkenheid, welbevinden en graag en beter leren.
En ik weet niet of dat je interesse hebt, maar ik ken nu wel toevallig een school in Aalst. En zij zijn gestart vorig jaar. Daarvoor kwamen er nooit ouders binnen. De ouders stonden aan de poort. En zij zijn nu eigenlijk in de eerste kleuterklasse gestart om de ouders binnen te laten. En misschien willen ze dat wel met jullie eens delen. Dat is ook een beetje een boodschap naar alle scholen. Als je niet goed weet van hoe moet ik nu starten met dat ouderbeleid, ga eens bij een school gaan kijken die daar al een stukje mee gestart is. Ja, maar dan moet ik dat inderdaad niet alleen doen. Dan is dat wel belangrijk dat een directeur mee gaat en zo. Maar ja, het kan wel interessant zijn. Ik ben benieuwd hoe dat zij dat doen. Goedemorgen. Dag Katrien. Hallo. Ik ben Katrien. Hallo, goedemorgen. We zijn hier deze ochtend in het Maartens Instituut en ik heb jullie uitgenodigd omdat dat een school is die al een jaartje bezig is met een ouderbeleid. En nu zijn we hier heel vroeg om het brengmoment van ouders te kunnen observeren. Voilà, kom maar mee. Dank u. Heb je het goed gevonden? Ja. Dat zijn hier de kleuterklassen. Ja. En dan boven zijn er ook nog kleuterklassen. Ah ja, oké. Nu hebben we daar de klas van de peuters, ja. Bij juf Wendy. En ik denk dat ze er gaan zijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben Jelke. Ik ben Wendy. Aangenaam. Wendy. Ik ben Katrien. Oké. Okay. Voilà. Jelke, ik ga je hier achterlaten. Ik ga eventjes met de directie en de zorgcoördinator naar de andere klas kijken. Maar ik zie u straks al. Oké, merci. Tot straks. Dus ik vraag u jas uit. Ja, oké. Okay. Bedankt. En om welke uur komen de ouders dan binnen? Om 8:30. Dus we starten om 8:40 en dan in de meeste klassen hebben ze 10 minuutjes. En bij mij duurt dat zo een beetje langer. Dan mogen ze echt hun tijd nemen en dan... Omdat het peuters zijn waarschijnlijk. Ja, omdat het nog peutertjes zijn. En dan... Bij de anderen is dat meestal ook niet nodig. Nee. Zo die 10 minuutjes is meestal genoeg en als de bel gaat, dan vertrekken de meeste ouders. Ja. En ze blijven niet plakken of zo? Ik heb vorig jaar een ouder gehad en die bleef wel wat langer. Dat was eigenlijk niet voor het kindje, maar meer voor de mama zelf. Ja. En dan was dat zo 9:30. Maar dan was mijn bouw ook daar en die was eigenlijk gewoon aan het meespelen. En dat, ik merkte dat eigenlijk niet. Ik deed gewoon wel mijn ding en dan zo. En een keer 9:30 zei ze zo van, ja, het is goed, nu ga ik naar huis. En dan was ze weg. En de dagen nadien had ze dat ook niet meer nodig. Maar dat was zo echt zo precies om te zien van, oké, het is hier goed. Ja. En nu kan ik eigenlijk vertrekken. Dus je hebt in het begin, ga je zien ook dat er ouders binnenkomen en die wel dingen vragen. Maar je hebt ouders die ook heel stilletjes samen met een kleuter de boekentas leegmaken en ergens gaan zitten. Of ja, dat varieert echt. Ik heb een trucje gevonden om hem te doen eten, hè, mama. Tuut, tuut, en dan doet hij zijn mond open. Maar vorige week was het moeilijk, hè, met zijn boterhammetjes terug. Ja. Hij zat een stukje boterham en een stukje koek. Ja. Een stukje boterham en dan denk ik, heeft dan toch iets binnen? Ja, dat is... Zijn appeltjes, dat gaat wel vlot. Ja, hè? Ik heb De relatie dat je hebt met de ouders is ook wel leuk. We staan hier soms te babbelen over kerstmis. Ja. Of over het feest dat ze gaan hebben. Of over wat dat ze in het weekend gedaan hebben en zo. En dat is echt wel leuk. Ja. Spreken, ja, hij begint goed te praten. Maar dan eigenlijk. Heb ik zo de schrik dat je meer met de ouders gaat bezig zijn en dat de kinderen dan maar... Dat is iets dat je eigenlijk kunt observeren. Eén ouder heeft nodig van, ik heb een babbeltje nodig. Ja. De andere ouder die gaat hem zetten, speelt samen met de kindjesauto's, komt er een kindje binnen met een boekentas en ik ben met andere kindjes bezig, dus dan helpt die een ouder met andere kindjes. Ja. En dan heb ik ouders die echt gewoon een babbeltje met mij willen praten over het kindje. Maar op het moment zelf helpt het mij niet alleen, maar helpt het de ouders ook eigenlijk. Bijvoorbeeld, ja, ik heb nu de kleintjes voor binnen te komen, een jasje uit doen, een boekentasje leegmaken. Ze doen dat samen met de ouders. En je merkt dat ook dat eigenlijk rondverteld wordt. Van, ah, daar mag je gaan. En dan... Dus wel positief dan ja, de reactie. Ja, echt wel positief, ja. Nee, we komen eens kijken in de klas. Omdat de ouders hier binnenkomen en bij ons in de school niet. Nee, dus we komen eens kijken hoe jullie dat doen. Ja. Ik was een beetje bang. Ik zei, dat was moeilijk voor hem. Ja. Ik ken niemand. Dus... En voor u ook. Ja, voor mij ook. Ja. En toen, ik hoorde dat hier mag je binnen met het kindje een beetje spelen. Ja, dat vind ik echt goed. Ja, dat is wel waar. Ik ben blij mee, ja. De contact tussen de ouders en de leerkrachten zijn beter, heel beter. Ik kan alle dagen de juf zien. Als er iets is, dan kunnen ze
direct aan ons zijn voordat we een brief schrijven en dan wachten tot het... Ik vind dat dat voor hun een gemakkelijkere overgang wordt. Ze voelen zich gemakkelijker, veiliger als ze hier binnenkomt en laat ze zeggen van oké, ik ga nu werken of ik ga naar huis. Zeker het eerste jaar, dat ze nog niet gewoon zijn of ze zijn nog te jong. En voor mij ook, moest ik kijken mijn kind achterlaten en elke dag dat hij aan het huilen is en aan het roepen is achter. Allee, ik zou me toch een beetje slecht voelen, zou ik zeggen. Ik denk dat dat bij ons op school ook wel moeilijk is. Als iedereen, maar dan moet iedereen er wel voor openstaan. Dus, maar ik denk dan vooral bij de peuters dat dat toch wel beter gaat zijn. Ik had dit niet verwacht. Ik was ook wel bang en afwachtend van... Gaan we niet chaos creëren? Gaan we onze lagere school wel op tijd kunnen laten starten? Wat als ouders niet op tijd buiten zijn? Wat als ouders te laat binnenkomen? En eigenlijk begin dit schooljaar heb ik zo de eerste twee weken, vooral hier op de speelplaats en aan het begin van de gang gestaan om ouders te vragen van op tijd terug doorgaan, hè, want anders kan de lagere school niet binnen. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben daarmee gestopt. Ik ben nooit meer moeten teruggaan dit schooljaar. Ouders die zijn wonderbaarlijk gedisciplineerd uit zichzelf. Misschien moet je nog een keer wat meer uitleggen, Tessa, hoe dat eigenlijk de situatie daarvoor was als ouders aan de poort stonden. Vroeger hadden wij de ouderlijn, zo'n hele mooie gele lijn. Hè, en daar moesten de ouders achterblijven. Nu, een tweetal jaar geleden zijn onze leerkrachten mee ingestapt in een Erasmus-project waar we eigenlijk werken rond de transitie van thuis, vanuit de crèche, naar een kleuterschool. De kleuterleidsters zijn naar het buitenland ook gaan kijken, naar Engeland. Hoe doet men het daar? En dan zeiden ze van, goh, dat is het. Dat willen wij eigenlijk ook proberen. Ja. Zij hebben die kans gekregen om dat te introduceren. Dat was een hels gegeven, dat was eigenlijk niet haalbaar, omdat, wat moesten we dan doen? Met fotootjes werken van die kinderen. En dan de mevrouw of de leerkracht die op toezicht stond 's morgens, die moest dan kijken van, ah ja, is het dat kindje die mag binnen? Want de peuters en de eerste kleuterklas mochten binnen. Zo zien jullie de start. Maar de anderen niet. Ja. Hè? En begin van dit schooljaar hadden we gezegd van, waarom doen we het niet allemaal? Eigenlijk is het niet oké voor ouder dat je... Als je kind bij die juf zit, mag je binnenkomen. En als je bij die juf... Wij zijn eigenlijk samen wel kleuterschool. Ofwel doe het niet meer. Dan kreeg ik direct heel veel weerstand. Ofwel doe het allemaal. En dan zijn we daar eigenlijk zo in gerold. En hoe hebben we dat gecommuniceerd naar de ouders toe dan? We hebben begin van dus op het schooljaar hebben we het met brief gedaan. Ja. We hebben het ook op het oudercontact gecommuniceerd. Maar ik denk dat de grootste communicatie gebeurd is door ouders zelf. Als ouders het rondvertellen, dan weet je van, hè, ze zijn heel blij. En heb je gezegd waarom dat ze blij zijn, ouders? Ik denk dat ouders zich weer welkom voelen. Ze zijn vooral geruster dan vroeger. Ja. We hadden vroeger ook wel ouders die... zo een hele tijd daar op het voetpad zo wat bleven hangen en door het raster aan het kijken waren. Toch wel die ongerustigheid van je zet je kind af, een grote speelplaats, heel veel kinderen. Je ziet je kind waarschijnlijk ook wel eens vallen of een bots krijgen en je staat kinder wel. Ze gaan ook pas weg als zij gerust zijn. Ze zien eigenlijk waar hun kind een hele dag mee bezig is. Zij mogen daar binnen, zij mogen ook blijven een stukje. Het is niet meer school is een andere wereld dan wij. Letterlijk de streep, voorbij de streep. Ja, is dus echt, wij zijn geen twee werelden niet meer, maar wij proberen toch wel van elkaar ook wat mee te nemen. Ja, ik vraag me af dat de mensen dan niet denken van, als ze zijn toch aan het spelen, we kunnen gerust 5 minuutjes te laat komen. Als ze zo dan redeneren van, we kunnen toch sowieso naar binnen komen en of dat ik nu 5 minuten te laat ben of niet. Ja, maar nu is het wel zo de afspraak om 8:40 komen er geen ouders meer binnen. Dus dan hebben ze niet meer terug Elige. Nee, nu is het beter van op tijd te komen, want dan kan je binnen, als te laat te komen. Ja. Ja. Heb je daar nu een verandering in gezien? Ja, dat is heel sterk gedaald, het te laat komen. Het gebeurt nog. Het gebeurt nog, maar veel minder frequent. Ja. En ik denk dat net dat is om te laat te komen. Vroeger, dan kon je met je kind naar binnen. Ah, ja. Want iedereen was al binnen. Dus wat moest je doen als ouder als het te laat was? Je kindje zelf naar de klas brengen.
Daar hebben we vroeger ook nooit bij stilgestaan dat er misschien ook wel eens bewust gebeurde om te laten komen, want ik wil toch wel liever. Ja, persoonlijk af en persoonlijk. Ja. Nou, dat is wel... Dus hebben we dat eigenlijk omgedraaid. Ja. En daardoor automatisch komen ouders op tijd. Hè. Was dat iets dat op voorhand verwacht had? Nee. Nee, ik had dat helemaal niet verwacht. Nee. Ik had er ook zo niet over nagedacht. Van, het is misschien net om binnen te kunnen dat mensen te laten komen. Ik had daar niet bij nagedacht, maar nu wel. Wij merken dus vooral al veel minder wenende, huilende, hysterische kinderen. Hè. Veel meer ook bij de put. Maar je voelt, kinderen zijn ook rustiger. Je hebt zelf gezien, ze zijn direct bezig. Ja. Ze zijn vertrokken. Mm-hmm. En ja, met hun vriendjes. En dat is totaal iets anders. Vroeger werd er inderdaad veel tijd verloren aan het troosten. Hè. Ja. Mm-hmm. En wij waren ook degene die zeiden, wat ik nu heel erg vind. Hè. Ga maar mama, binnen 5 minuten is dat voorbij. Ga maar door. Hè. Eigenlijk is dat... We hebben dat ook gezegd. Ik bedoel, wij waren daar toen ook van overtuigd. Ja, maar ga maar vlug door. Als we niet meer zien, gaat het over. Dat is echt niet. Maar kijk, wij leren ook maar. Hè. Nu, als peuterjuf, hoor je van mama of zie je van mama hoe krijgt zij haar kind direct getroost. Ik heb mama's die zingen. Hè. Ik heb mama's die zo op het hoofdje wrijven. Dat zouden wij vroeger niet weten. Hè. De grootste winst voor een leerkracht is denk ik dat je je kinderen veel beter kent. Door het contact met ouders. En je hebt een andere kijk hè, op je kinderen en op je mensen. Als je ouders kent, kijk je automatisch ook anders naar die kinderen. Doordat wij verschillende culturen hebben hè, op de school, zagen wij op de stoep, 's morgens, als iedereen binnen was, zagen wij nog zo wat groepjes ouders. Ja. Maar al dezelfde culturen bleven met elkaar praten, wat heel logisch is. Mm-hmm. Nu, het was, ik denk dat het nog maar net oktober was toen ik naar de klas ging. En ik zag de ouders buiten komen en kreeg het er enorm warm van, want ik zag dus verschillende culturen met elkaar al praten buiten. Dat vond ik zo mooi. En het feit dat mijn kindje met jouw kindje 's morgens de hand neemt en samen gaat spelen. Het feit dat jouw kindje 's morgens direct naar mijn kindje komt, zorgt ervoor dat ik u ga aanspreken. En merk je dan meer betrokkenheid ook bij de activiteiten, zo eetfestijn of zo schoolse activiteiten, dat er dan meer ouders komen? Of? Ik vind het eigenlijk wel fijn dat je dat vraagt, want dat is iets dat bij ons echt opgevallen is. Wij durven nu zeggen, zoals we het nu zien, hè, dat we eigenlijk de ouders wel weg hebben geduwd. Want we hebben ze eigenlijk buiten gesloten. Ja. En de momenten dat het voor ons uitkwam, ja, dan mogen ze wel binnen. Dan mochten ze komen. Ja, om te werken. In een heel onveilige omgeving naar activiteiten die eigenlijk niet in hun cultuur leven. We hebben ook dingen geprobeerd andere maaltijden aan te bieden. En soms heeft ons dat ook gefrustreerd. Dat we zeggen van, wat kunnen we nu nog meer doen? Maar eigenlijk zaten we fout te denken. Hè. Ja. Het lag niet aan het eten, het lag niet alleen aan de cultuur, het lag aan het feit van ouders voelen zich hier niet veilig. Ja. Moet ik daar nu gaan zitten tussen allemaal mensen die ik niet ken om daar te gaan eten? Tot uiteindelijk dat we zeiden van, waarom doen we dit nog? We krijgen toch geen ouders, dus wij hebben dat uiteindelijk zelfs helemaal afgelast. Wij doen geen eetfestijnen meer. Nu zijn we dit vorig jaar op vraag van de kleuterleidsters terug herbegonnen van, maar wij noemen het nu grootouderfeest, is dat oké dat wij dat doen? Vorig jaar was dat ongelooflijk dat er toch zoveel ouders ineens waren. Nu dit jaar, toen hadden wij plots enorm veel ouders die kwamen. Dus nu ouders weten hè, waarover het gaat. Ze komen 's morgens de klas binnen, de kostuumpjes hangen klaar, kinderen vertellen iets, ze zien iets geknutseld staan of het liedje van waarop ze gaan dansen is aan het spelen in de klas. Dus ouders gaan wel mee. Hè. Ook de leerkracht kan nu vragen, uw kindje heeft zijn witte t-shirt nog niet, hè. Kan ik daarbij helpen? Of... En ik denk dat die kleine dingen zijn die ervoor zorgen dat dat wel lukt. En zo die kleine activiteitjes zo in de klas, niet die grootse schoolse, maar die kleine activiteitjes in de klas waar ouders mogen komen, ja, die werken ook wel heel goed. Dat is zo de moment waar dat je ouders loskrijgt en een andere band eigenlijk ook krijgt met ouders.
Tu aimes pour aller dans la classe? Oui, 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 j'aime bien. Si vous voulez manger quelque chose. Het heeft me wel plezier dat er nog andere scholen zijn die deuren willen gaan openzetten. Want het is en blijft een grote stap als school. Hoe heb je eigenlijk je scholenteam of je medewerkers daar in meegenomen? Of hoe is dat verlopen? Dus eigenlijk zijn na het bezoek aan Penn Green in Engeland de kleuterleidster daarmee gekomen. Mm-hmm. Om dat stilletjes aan binnen te brengen. Dat is dus vanzelf gegroeid, zoals ik verteld heb. Dus dat we nu gestart zijn met alle klassen. Dan moet je natuurlijk op de personeelsvergaderingen heel vaak het project aanhalen. Terugkoppelen, vertellen waarom je iets doet, wat de visie daarachter is. En ja, weerstand laten gebeuren. Mm-hmm. En daarmee op weg gaan. Want weerstand is goed, hè. En weerstand is er vaak. En dat houdt ons kritisch en alert. Maar soms moet ik ook wel eens durven zeggen van, ja, en toch gaan we dit proberen. En dan is het dan aan het beleid van de directie om enerzijds te gaan motiveren, te gaan stimuleren. Het werkt langs twee kanten, bottom-up. En we moeten ook wel af en toe eens zeggen van dit niet of dit net wel. En ik denk dat dat echt wel belangrijk is. Om mensen te stimuleren in nieuwe dingen die we proberen. En zag iedereen daar direct zitten? Uiteindelijk moeten de leerkrachten dan 10 minuten vroeger beginnen werken. Allee, ja. Van de kleuterleidsters? Ja, van de kleuterleidsters. Zij hebben het zelf gevraagd, ja. Hè, dan? Ja. En die 10 minuten zitten in hun 1560 minuten totaalpakketje. En zij hebben dan gevraagd, mag dat dan binnen ons toezichtenpakket zitten? Ik zeg natuurlijk, nee. Ja. Het kan perfect geregeld worden zo. Je zegt dat je midden in de verandering zit. Dus aan het begin. Dan wil je ergens naartoe. Waar wil je dan eigenlijk naartoe? Ik denk dat we gewoon de band met ouders nog veel sterker kunnen maken. Wij staan echt in de kinderstapjes, in de kinderschoenen. Enerzijds moeten we ook nog de lagere school meekrijgen. Ja. Maar zelfs binnen onze kleuterschool moet ook toegeven, er zijn nog ouders die wij niet bereiken. Er zijn nog ouders die niet binnenkomen. Wij nemen daar echt onze tijd voor. Wij hebben al dingen uitgeprobeerd die echt niet gelukt zijn. Maar ik zeg tegen mijn mensen, en ik meen dat ook echt wel van, wij mogen mislukken. Het kan zijn dat we het moeten afvoeren, maar wij laten niet los. Dan gaan we zoeken naar iets nieuws. De grootste valkuil die wij eigenlijk ontdekt hebben, is, we zijn dan naar Engeland geweest en Slovenië gaan kijken. De dingen die we daar zagen en gewoon copy-paste hebben binnengebracht, tot hiertoe zijn dat de dingen die niet zijn gelukt. Dus we moeten dat op voorhand eerst kijken van, oh, dat vinden we knap, we gaan daarover nadenken. We gaan dat proberen te kneden naar onze schoolsituatie, naar onze context. En dan met vallen en opstaan. En dan is het ook wel gemakkelijker om, als het even fout loopt, te zeggen, kom, we zetten ons weer recht, we gaan dat erbij proberen, om het niet direct los te laten. Als copy-paste is en het werkt niet, dan ja, wat hebben we dan de neiging om te zeggen van, oh, het is niet voor ons. En altijd zeggen dat we het op lange termijn zien. Wij kunnen dit niet van waar wij komen, kunnen wij dit niet op 1-2 jaar plots helemaal omdraaien. Ja, wij zien verschil en wij moeten nu erop letten dat we niet te hard gaan rennen, dat we onszelf niet voorbij rennen, of het zou een stille dood ook kunnen, of het zou tegen ons kunnen keren. Maar dit is zo mooi. We zijn heel blij met wat het er al is, maar we hebben nog een lange weg te gaan. Ja.